Jij zag ons, jij dacht snel eventjes mobiel in de zak. Ja. Nee, ik deed het niet. Ik had hem nog in mijn hand. Ja, want ook dat mag niet meer. Mag dat niet? Nee, zelfs je telefoon vasthouden mag niet meer. Vanaf vandaag is er een appverbod op de fiets ingegaan. Elk gebruik van je telefoon op de fiets wordt beboet met €95. Het is een nieuwe regel om de veiligheid in het verkeer te verhogen. Je mag geen enkele apparaat in je hand houden wat communicatie met zich heeft. Dus telefoons, maar iPads. En dat is verboden. Dat kost €95 als je daar op dit moment op de fiets mee betrapt wordt. Het is dus verder dan alleen bellen. Het is in het handhouden van een mobiel apparaat. De meningen over deze nieuwe regel zijn verdeeld. Nou, ik vind het wel een beetje iets te streng eigenlijk. Zo'n grote boete voor zoiets. Ja, waarom? Ik bedoel, het is je eigen keuze. Dus vind ik €95 wel heel veel. Ja, op zich hier in de stad zijn er wel heel veel mensen die eigenlijk te weinig ermee bezig zijn. Of juist te veel eigenlijk. Hierdoor heb je denk ik wel veel ongelukken die voorkomen kunnen worden. Ik merk dat ik door oortjes toch ook nog een beetje afgeleid ben. Dus misschien dat we daar in de toekomst naar kunnen kijken. Ja, je hoopt van niet, denk ik. Ik hoop van niet. Op social media reageren mensen enthousiast op het verbod. Appende fietsers zorgen namelijk dikwijls voor veel frustratie. Kijk, dan zie je ze met telefoon. Dat is nou tegenwoordig helemaal gewoon. Maar ja, je hebt je verstand er niet bij. En je hebt maar één hand, dus je kan ook niks doen. Je wordt hand uitsteken, dat is er niet meer bij. Nee? Nee. Dat is hier levensgevaarlijk. Je moet daar op letten. Ik kom daar vandaan. Daar moet ik op letten. Daar, hier ook. Ze gaan ook tegen de verkeer in. Er zijn niet meer die hand uitsteken. Dat ze dus rechtsaf gaan. Of rechtdoor. En niet alleen, het is niet een enkele. Maar ja. Van horden komen er dan aan. Hè. Dus, Ik was zelf eerder degene die last veroorzaakte, eerlijk gezegd. Maar je hebt wel gewoon het idee, die fiets. Dus die fiets er bijna tegen een auto aan, dat zie je gewoon gebeuren inderdaad. Maar echt last, vind ik niet echt. Ja, wat mij betreft wel. Afleiding in het verkeer, ongeacht welke vorm van afleiding, is gewoon verschrikkelijk gevaarlijk. Dus alles wat afleiding beperkt, levert weer een positief beeld op voor de verkeersveiligheid. Een vraag die we veel kregen is, hoe moeten wij dan dat doen met navigatie? Want dat is waar tegenwoordig de telefoon het meest voor gebruikt wordt, met navigatie in je hand. Ja. Wat is jullie tip daarvoor? Ja, bevestig iets op het stuur waar je de telefoon kan bevestigen, veilig, hè, zodat hij er niet afvalt. Waardoor je daardoor weer brokken kan krijgen. En dat is in principe toegestaan, zolang je hem af en toe even bedient. Moet je lang zoeken naar een plek, ga dan even stilstaan en bedien hem dan vanaf je hand of vanaf de standaard. Dus al die belangrijke appjes en telefoontjes die je binnenkrijgt moeten even wachten tot je thuis bent. Want anders kom je ook thuis met een boete van €95 en dat is dan... Nou ja, eigenlijk zo'n dikke bult.